Brico, een beetje van ons, zoveel van jezelf. Een deurkit plaatsen. Om deze ruimte aan te kleden is een kant-en-klare deurkit de ideale oplossing. Alle nodige onderdelen om de deur te plaatsen zitten samen in hetzelfde pakket, wat erg handig is en de montage vereenvoudigt. Hier is de lijst van het nodige materiaal. Een kant-en-klare deur, een deurklink, een rolmeter, een potlood, een cirkelzaag, een waterpas, een decoupeerzaag, een elektrische schroevendraaier, een hamer, een verstekzaag. Stap 1. Er bestaan verschillende maten van deuren. Om niet te veel te moeten afzagen, kiest u het best een maat die het dichtst bij deze van de deuropening aansluit. Nu moet u nog de openingsrichting kiezen, links of rechts. Hier zal het links zijn. Stap 2. Om een deur te plaatsen hebt u talrijke onderdelen nodig. Voor uw gemak bevindt alles zich in het deurkitpakket. Alles behalve de deurklinken die u apart moet kiezen. Hier enkele zeer nuttige benamingen. De deurstijlen zijn die planken die dienen om het deurkozijn te maken. Anders kan de deur immers niet bevestigd worden. De smalle lijsten dienen om de deur binnen zijn kader tegen te houden. Ten slotte gebruikt u de deurplinten als afwerking tussen de deurstijlen en de muur voor een perfect visueel resultaat. Stap 3. Om het deurkozijn te maken gebruikt u de deurstijlen. Ze moeten natuurlijk op de juiste maat gezaagd worden. Eerst moeten ze aangepast worden aan de breedte van de deuropening waarbinnen de deur zal geplaatst worden. Een kleine tip, zelden heeft u een gelijkmatige deuropening. Neem dus verschillende maten en behoud de grootste. Dat zal het plaatsen van de deurlijst later vergemakkelijken. Als dit klaar is, moet u de deurstijlen nog bijzagen. Let op dat u zich niet vergist. Het is het deel van de deurstijl tegenover de groef dat moet bijgezaagd worden. Een trucje om de snijlijn af te bakenen, gebruik een andere deurstijl om deze lijn te trekken. Om mooie rechte randen te bekomen, gebruikt u beter een cirkelzaag dan een handzaag. Als u daarmee klaar bent, moet u alleen nog maar kijken of de hoogte van de verticale deurlijst overeenkomt met de deur. De horizontale deurlijst, die de hoogte van het kader bepaalt, moet ook aangepast worden. Om zijn lengte te bepalen, moet de breedte van de deur bij de dikte van de twee verticale deurlijsten gevoegd worden en tellen we er een halve centimeter bij om wrijving te vermijden. Als alle maten genomen zijn, maakt u de drie deurlijsten aan elkaar vast. Let erop dat de groeven om de smalle lijstjes te plaatsen overeenkomen. Voor een verzorgd werk neemt u best even de tijd om de deurlijsten te doorboren alvorens in elkaar te zetten. Stap 4. Om het deurkozijn in de deuropening vast te schroeven, begint u best bij de kant waarop de scharnieren bevestigd zullen worden. We moeten er wel zeker van zijn dat het kozijn waterpas is. Indien nodig gebruikt u wiggen. Ten slotte schroeft u het deurkozijn in de muur. Een tip, indien u wiggen gebruikt, schroef er dan juist onder. Stap 5. Om de scharnieren vast te schroeven zijn er op verschillende plaatsen inkepingen voorzien. Leg de scharnieren erop en schroef ze vast. Deze handeling herhalen op de deur en op de deurlijst. Als dat klaar is, schuift u de scharnieren in elkaar. Uw deur is nu geplaatst. Alvorens naar de volgende etappe over te gaan, maakt u eerst de andere verticale deurlijst vast door wiggen te gebruiken en de deurlijst tegen de muur te schroeven. Stap 6. Nu gaan we de deurklink en het slot plaatsen. Begin met het slot. Alvorens het te plaatsen, pas het aan de openingsrichting van de deur aan. Om het vast te zetten, gewoon aanschroeven. Vervolgens plaatsen we de deurklinken. Iedere deurklink moet aan de deur vastgeschroefd worden. Vergeet ze niet aan elkaar vast te maken, zodat ze goed houden en gemakkelijk te gebruiken zijn. Daarvoor is er een klein schroefje voorzien onderaan een van de deurklinken. Nu moet u alleen nog de afdekkapjes plaatsen. Voor het sleutelgat is het eenvoudiger. U moet een beschermplaatje vastzetten met behulp van twee schroeven. Daarna plaatst u het afdekkapje. Ten slotte kunt u het voorplaatje op de deurlijst vastzetten en naar de volgende etappe overgaan. Stap 7. Om de smalle lijstjes te plaatsen beginnen we altijd bij het bovenste. Snij ze op maat en plaats ze in de voorziene groef.
Hier hebben we ervoor gekozen om ze te nagelen. Maar u kan ze ook kleven. Voor de verticale smalle lijstjes meet u vanaf de vloer tot aan de onderkant van het horizontale smalle lijstje. Maak ze vast met spijkertjes of lijm. Stap 8. We beginnen met de deurplint aan de kant van de scharnieren. Alvorens ze te plaatsen, niet vergeten om ze bovenaan in verstek 45 graden te zagen. Spijker ze vast aan de deurstijl. De verticale plinten moeten eerst geplaatst worden alvorens te eindigen met het bovenste. Als dit gedaan is, is de deur klaar. Op sommige modellen moeten er nog esthetische elementen geplaatst worden. In dit geval is het een patrijspoort. Ziezo, mooi gedaan!